Hallo iedereen en welkom bij een nieuwe aflevering van Notruf Angstwaai, die voor jouw simulatie. Vandaag gaan we een dag mee met de brandweer van Luik. Broers brandweer in Luik. Vrij modern en natuurlijk vrij aardig. Ja, ik ben er al een paar keer te filmen, die filmpjes vind je op mijn hoofdkanaal. Skins zijn wederom gemaakt door mij. Vandaag rijden wij op de HLF. Deze gaan wij eerst testen. En dan zien wij wanneer wij een melding krijgen, maar mijn gevoel zegt altijd wanneer wij die wagens in het testen, dat we ineens alles mogen opruimen. Dus sterker nog, we hoeven nog niet eens te gaan testen. We hebben een melding van een Volvo 1, dus een verkeersongeval. Dus dat is in zoals de ambulance A3 en de autopomp, dus het Spaans, de autopomp en de ambulance A3 en P12 zo in mijn hoofd. Nou ja, komt er nog wat van? Duurt erg lang. Oh, dan moest er nog eentje in. Nou, kunnen we gaan. Ja, op de Luikse wagens zit geen luchthoren. Alleen, boerhoorn. Wel e-hoorn. Wel deze. Dus deze gaan we gewoon de hele tijd aanzetten. We krijgen zojuist binnen dat de persoon uit zijn voertuig is gehaald door hoofdtuigen. Wel moeten wij een oliespoor gaan afstrooien. Eens kijken hoe dat... Nou, een redelijk stukje rijden, dus volgens mij op het industrieterrein. Oh, oei, verkeerd. Nou, wij zijn te plaatsen. Sorry, en ik ga uit en staat hier. Move. Ja. Inderdaad een beetje olie wat we moeten gaan strooien. Dat doen we niet. Dat valt rustig mee deze inzet. Daar komt de ambulance. Ja, we gaan even starten. Nou, de brandweerluik is heel mooi qua lampjes in het echt, maar saai qua rolluiken. Dus deze zijn niet rood zoals in de vorige aflevering. Van Eigental, die fictieve kant gemaakt. De ambulance heb ik ook zelf gescand, zoals jullie kunnen zien. Logo van de brandweerluik. En de kentekens die kloppen allemaal. Hun gaan nou beginnen. Oh, de accu moest ook nog worden verwijderd te doen. Zo. Ja, nou inderdaad het afstrooien van het oliespoor. Oh, ik moet de pomp. De pomp. Nou, dat was hem. Zullen we wel met zo'n opruimen. En dat is altijd zo ijs. Heel veel mensen zeiden ja, dat is altijd
leuks opruimen? Nee, gewoon niet. Ja, en wat die tang of wat is. Ja, we zijn nog niet inruimen. De rollen die het ook nog dicht doen, maar niet. Wie niet? Ga niet. Dat ga niet. Ga niet. Oh. Oh. Moet je zitten. Stingding moet nog terug aan dat ding. Ik wil echt niet over die nood. Zo. Er staat dus één. En dan kunnen we terug naar de kut. Doorgegeven aan de dispatch dat wij wel vrij zijn voor inzet. De inzet is opgepakt aan de lokale politie. Of in het de politie lokale. En dan gaan wij nou terug naar de kazerne en dan zien jullie daar. Zo, en we hebben de kazerne. Ja, laat de motor maar veranderen, dan gaan we de auto controleren. Dus we gaan hem naar achter rijden. Dus alles goed. En of alles het uiteraard doet. Close vehicle roller gate, dat heb ik net gedaan. Ja, hey, ik vind hem dicht. Veel plezier ermee. En wij mogen uitdrukken voor een grote brand. Mijn kant wat was weer uit. Ben ik ook uit. Dispatch, autopomp, pidoes, om de passion de vuur. Dus dat is dat we zijn. Oh, ik ben gewoon weer. Dit is altijd leuk. Ja, je kunt ook gewoon door die voetgangers heen rijden, dat is echt. Ja, dat is omdat die update vandaag is geweest. Voor mij vandaag, voor jullie een andere dag. Ik neem het op de dag dat dit is geüpload. Of op de dag dat de game is geüpdate.
Dat is 23 juni. Dus voor jullie zal dat waarschijnlijk nou 30 juni zijn. Ja. Even de verkorte route. Kom aan in mijn mooie golf. Ja, dan weer. Hier was het. Ja. Ja, dispatch. Wij zien een rookontwikkeling. Ja, blijf even staan, dankjewel. Een treinbrand. Van een feest. Plaats maken van de nummer als even. Eenmaal dat die gekoppeld is. Yes. Zo, alles plaatsen. We gaan beginnen. Nou. De werkruimte, jongens. Denk het niet, hè? Jij. Ook jij niet besturen. Dan moet ik mij gaan laten afgeven. Dat is werkruimte. Ik wil, denk dat je er ook bent, hè? Ja, ik kan mijn wagenzoeker niet verschuiven, dus ik kan het niet. Maar ja, realistisch toch? Yo, jong! Wat? Wat gebeurt er? Je wil ik daar de pomp van bedienen? Ja, nu. Ja? 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 Wat begin? Waar moet ik in? Die slang die pak ik van het plezier allemaal. Oh. Nee. Dat is mij ook echt zo. Kijk, we willen allemaal nog van. Oh wacht, hier moet die slang natuurlijk. Ja. Dat ik eigenlijk ook niet opgepakt. Nee, niet. Jongens, wat moet ik nou? Doe de brand die wat er niet kleiner op, hè? Nu gaat het de ladder. Nou ja, de game is soms een beetje bitch. Oh wacht. Ik heb bijna. Ah, ik snap het al. Die stinkt heel erg niet in de bijen.
Auto. Oh, dan moet ik ineens dat ding wegpakken. Leuk. De lekker glitch. Ik ben wel leuk. En ik heb ook gewoon één keer de... Oh nee. Jij bent die wat zo moeilijk is. Als je nou eens achter de andere kant is, doe ik heel wel erg tegen de andere kant. Attach the hose and order the scratch hole. That down. Put C hose from water gate. Yep, have it. Come up duty. Where's that? Bij de ladder. Daar. Zo. Nu zien jullie aan de beurt. Nou, gaat er met iemand om? Oh, jij gaat wat doen. Oh, jij gaat gewoon die lichtmas omhoog krijgen. Oké. Wat wil je? Ja, jij moet wat doen. Wil jij kan niet uit. Doordat je allemaal zo dicht op daar waren. Nou, put seals and. Ik ga naar het deelstuk. Next seals and. Ik is nu weg. Op deze. Ja, dan moet je er wel aan dan. Zo, mooi. Komt de andere delen. Er gebeurt wat. Nou, je ziet al, ik blijf natuurlijk niet echt bij het plan dat ik alleen op de HLS zat, maar dat komt puur doordat de TLS dicht op mij heeft gekeerd, waardoor niets meer loopt. Ik zit me een beetje op de TLS met alles gaan commenteren. Omdat die, ja, die UI's, NPC's, kunnen dat echt. Nou, brand wordt nou in ieder geval gebeurd. Zo'n mis met lichtstraal. Nou, brand is geblust.
takes my eye. Nou, het wil volgens mij niet echt lukken met het blussen van de brand. Dus ik denk dat ik het gewoon hierbij laat, want anders wordt de aflevering lang. Leuk dat jullie hebben gekeken naar deze aflevering van Notruf en Zoe de Feuersimulatie. Vandaag stond de brand de Pompiers van Liège in de hoofdrol. Dat is nog één keer tussen vier. Nou, de brand die wordt nog steeds geblust. We gaan ervan uit dat deze meester is, hè, want het is wel een goede. En zie ik jullie bij de volgende aflevering.